Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik wil het vandaag hebben over wat er met GameStop aan de hand is. U weet al dat aandeel wat begonnen is met het Reddit-verhaal, enorme short-positie en de kleine beleggers die daar keihard tegen de hedge funds ingingen en die hedge funds daarmee enorm in de problemen brachten. Nou, we zijn nu ondertussen in ronde 3 aangekomen en zoals je hier kan zien, is het gisteren nogal dramatisch geweest. We zagen de koers enorm omhoog gaan en halverwege de dag, zo net na 12, lekker in de pauze, ineens de bodem eruit. Dat ging knalhard. Echt ongelooflijk. En vervolgens zagen we dan een herstel en eigenlijk een beetje op het niveau waar we zijn begonnen, zijn we ook geëindigd. Dus uiteindelijk was het weinig. Nou, ik heb in ieder geval van een aantal mensen gehoord dat ze zo rond de 300 de winst hebben genomen. De hoogste koers was 348, dus er was meer mogelijk. Maar alsjeblieft, ga niet proberen om hier heel erg veel in te doen. Want dit is echt met Lucifer spelen op een vat met raketvloeistof. Dit is echt enorm. Hier zijn enorme belangen die spelen. Belangen van de shorters, die willen dat de koers omlaag is. Maar belangen tegenwoordig ook van optiebeleggers. Want er staan heel veel call-opties uit. En call-opties tot aan $800 per aandeel. Die zijn gekocht voor een paar cent per stuk. Maar zou het lukken om zo ver te komen, dan worden die paar centen, die kunnen dan keer 100, keer 200, keer 300. Nou ja, als je er een paar duizend hebt liggen van die call-opties en je hebt die gok genomen met een paar $100... dan kan je miljonair worden uiteindelijk met die grap. Dus er zijn enorme belangen nu om die koersen op en neer te laten bewegen. En de premies voor die opties die zijn al enorm. Zeker rond de $300. Daar praat je over premies. Daar wil je niet eens weten hoe duur die opties in feite al zijn geworden. Maar ja, dat spel wordt nu met heel groot geld gespeeld. En het wordt grof gespeeld. We zagen dan in die middagpauze van gisteren in de handel dat even wat rust was. En dan wordt er ook direct vol wordt het erin geflikkerd. En ja, onder een enorme omzet werd dat aandeel gigantisch naar beneden gehaald. En ja, dat is dus allemaal mogelijk als je speelt met één aandeel. Over de brede markt was het nogal verdeeld. Uiteindelijk sloten de beurzen wel ietsje hoger. Maar ja, ik zag zelf dat met name uraniumaandelen over het algemeen ietsje lager waren. De bitcoinaandelen over het algemeen hoger. De medische aandelen, nou, kiele, hè, soms wel, soms niet. Dus het was gisteren een beetje een neutrale dag. Maar ja, je ziet, het kan dan spannend zijn in bepaalde aandelen. Ik heb één keer iets geprobeerd in die GameStop, maar ja, ik vind het geen aandeel waar je met goed fatsoen in zou kunnen zitten. Hier speelt gewoon te veel. Dit is eigenlijk gewoon veel te link om dat te doen. Maar ja, goed, als je wat geld hebt en je denkt van ach, ik wil eens een keertje gek doen, dan kan het. Maar het aandeel is eigenlijk maar een tientje waard. En we praten nu over $263. Dus ja, ja, naar short erin gaan, nou, dat zou nog kunnen. Maar ik weet niet of je dat zou willen. Dus ik doe er even niks meer mee. Ik heb één keer die grap uitgehaald en er een heel klein, miniem klein winstje heb ik eruit kunnen halen. Nou, hartstikke leuk. Ik heb een keer mee mogen spelen. Maar dit is niet echt iets waar je serieus in bezig moet zijn. Daar laat ik het voor deze keer bij. Heb je al een abonnement op dit kanaal? Zo niet, neem een abonnement. En druk ook op dat belletje. Dan krijg je notificatie als ik een nieuwe video heb gemaakt. Ik heb al aangegeven, ik zou niks in GameStop doen. Ik ben geen beleggingsadviseur. Dus alles wat ik zeg moet je met een korrel zout nemen. Speelt een eind. Ik heb niet aangegeven of je wel of niet erin moet. Ja, ik zeg het wel, maar het is geen advies aan jou om iets te moeten doen. Je moet niks doen. Dit is eigenlijk ter lering en de vermaak, zullen we maar zeggen. Maar laat het duidelijk zijn dat ik geen fondsbeheerder ben. Ik ben geen beleggingsadviseur. Dus in die zin, als je iets doet, dan doe je het op je eigen verantwoording. En je kan niet verwijzen van, ja, maar Tom heeft gezegd. Ja, dat werkt dus niet. Oh goed, daar laat ik het bij tot de volgende keer. Houdoe.